Welkom, Babette. Dank je. We beginnen met een klein ritueeltje. En dat is het omdraaien van deze zandloper. Is gelijk onze gespreksbewaking. Kijk. Dus als jij deze zwarte zandloper voor ons om wil draaien. Zo. Kijk, dankjewel. En dan nodig ik je uit om lekker te gaan zitten. En dan kunnen we onze mondkapjes afdoen. Want we zitten op mooie afstand van elkaar. Ja. Babette en Poppies, zeg ik dan. Ja. Eigenlijk zelfs wel een mooie naam, Babette Poppies. Babette Poppies, ja. Maar daar vertel je straks meer over. Want in ons voorgesprekje liet jij mij een heel mooi gedichtje zien. Lukt het met jou? Ja? Ja. Anders gaan we hulp inroepen, hoor. Zo. Hij gaat hier. Hij mag ietsje zakken. Ja. Ja, nou zit hij ongeveer weer goed. Mijn haren nog. Ja. Zo. Nou, ja, je hebt een heel mooi gedichtje voor meegenomen. Ja. En dat vonden we eigenlijk wel een hele mooie kapstok voor dit gesprekje. Ja, zou nou, je het inderdaad. Even eens voor willen lezen? Ja, ja, ja. Het is eigenlijk een stukje tekst uit een liedje. En het zegt vooral iets over mijn tijd binnen Poppies. The more I struggle and fight, trying to get it all right, I push away the very thing I want. Thinking it's all up to me. Deciding how it will be, forgetting that I'm guided by the one. So I forgive myself over again, because I'm doing the best I can. And there are no mistakes, I learn every day, and the universe is showing me the way. En dat zegt een heel mooi over jouw struggle, hè? Nou ja, mijn struggle, dat is misschien wat groot gezegd, maar de periode dat ik bij Poppies heb gewerkt, want ik ga stoppen en door als vrijwilliger. Maar de tijd dat ik bij Poppies heb gewerkt was wel echt leerzaam en mooi en mooie mensen ontmoet, mooie vrijwilligers gezien. Ja, en ook een stukje van het laten gebeuren of zo. Ik hoef niet alles in controle te hebben of zo. Ja. Het laten gebeuren. Ja, ja, ja. Een stukje loslaten dus. Ja. Loslaten. Ja, ja. En je gaat ook loslaten. Ik ga ook loslaten, ja. Ja, ik ga stoppen bij Poppies als coördinator. En er is een vervanging ook gevonden. Suzanne van Engelen, die gaat mijn rol overnemen. En ja, ik heb ook echt alle vertrouwen in haar. Dat is ja, oprecht. En ik heb begrepen dat voor jou kiezen en niet verliezen is in deze. Nee, want ik blijf nog steeds zeg maar als vrijwilliger ook verbonden bij Poppies. En ik ga verder met mijn eigen praktijk. Verder uitbreiden, meer aanbouwen en lichaamsgerichte therapie ga ik geven. Ja. Wat neem jij mee uit je periode bij Poppies in de rest van jouw leven? Poeh. Poeh. De ontmoetingen met hele mooie mensen. De ontmoetingen met hele mooie mensen. Ja. Ja. Heb je daar een voorbeeld van? Ja, weet je, een aantal vrijwilligers die zo enthousiast, maar ook vol passie zich inzetten voor Poppies. En daarvoor bijna alles aan de kant schuiven ook. En zo ja, mooi, zo dankbaar, zo krachtig. Ja, ja, absoluut. En dat allemaal ook voor onze bezoekers, onze gasten. Want op het moment dat jij te horen krijgt dat je kanker hebt, dan staat de tijd ook even stil. Ja. Hè, dan je wordt je ook even geconfronteerd met de eeuwigheid of met de eindigheid van het leven. En dan gaat het dus niet meer zozeer om welke jas trek je aan of welke, hoe zie je eruit. Maar dan gaat het over hoe kom ik deze periode door. Dan staat de tijd stil. Ja, dan staat de tijd stil. Ja, ja. En onze vrijwilligers, dat ik word er gewoon stil van. Het zijn gewoon zulke mooie mensen die dan echt voor je klaarstaan. En gewoon heel veel, met heel veel passie en liefde en dankbaarheid. En mooi om te zien. Wat is dan de kracht van die vrijwilligers?
Of anders gezegd, om vrijwilliger bij Poppies te moeten zijn dan? Betrokkenheid. Ja, gewoon omdat je het wil. Ja, dat is echt omdat je echt iets wil betekenen voor de ander. Of, maar ook op de achtergrond. Hè. Er zijn ook ICT-projecten die draaien. Of moet ook iets met promotie. Hè. Daar zijn ook vrijwilligers voor. En die doen dat ook allemaal met hart en liefde. Dus dat is ja, mooi om te zien. En jij gaat het stokje doorgeven. Ja, ik ga het stokje doorgeven aan Suzanne. En ja, dat komt helemaal goed. Ja. Ja, dat zie ik wel. Zij gaat echt de coördinator van Poppies zijn. Ja. 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 Ook echt alle vertrouwen in. Ja. Dat is ook een plaats in tijd en eeuwigheid voor jouzelf, denk ik. Ja. Ja, zeker. Weet je, de tijd, dat is zo'n gek begrip eigenlijk, hè. Van de tijd. Ja, je wordt geboren en dan gaat het door en er komen dan dingen op je pad, ontmoetingen. En soms kan het gewoon een voorbijganger zijn die dan iets tegen je zegt. En wat je dan raakt of zo, weet je wel, wat je dan altijd met je meeneemt. Mm-hmm. En dat heb ik heel vaak bij Poppies gehad. Ja. Gewoon dat iemand iets heel... Eigenlijk gewoon simpels, hè? Tussen neus en lippen door iets zegt. En denk, ja, dat er zit wel een kern van waarheid in. Of. Zou je daar, want ik zie dat de tijdloper ook alweer hard zijn werk doet. Ja. Zou je daar één voorbeeld van willen delen met ons? Van wat jij zegt van nou, dat heeft mij zo geraakt. Dat vergeet ik mijn leven niet meer. Even denken hoor. Ja, ik denk ook wel bij, op een gegeven moment heb ik een heel mooi gesprek gehad met iemand, een vrijwilliger. En die attendeerde mij, toen spraken we ook over mijn rol als coördinator en hoe ik gegroeid ben vanaf het moment dat ik binnenkwam tot aan nu. En ja, die gaf mij een aantal mooie complimenten, maar ook een aantal mooie... Inzichten, ja. Van dit heb jij betekend. Of dit, als je dit nou hier nog even aan denkt, dan gaat het zoveel beter. Dus die feedback, zeg maar. Die eerlijkheid, dat is het. De eerlijkheid. Ja, ja. Ja, ja. Opbouwende feedback. Ja. 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 Dus, en daar hou ik heel erg van, eerlijkheid. Nou, volgens mij gaat jouw opvolgster ook vast wat van die opbouwende feedback van jou krijgen. Ik wens je namens hier van tijd en eeuwigheid alle succes. Want ik weet wat je gaat doen. Je gaat je eigen praktijk uitbreiden. Hartstikke goed. En volgens mij blijft Poppies een heel mooi warm plekje in jouw hart houden. Absoluut. Dan denk ik dat we keurig in de tijd zijn. Er is op ons hart gedrukt om de tijd te bewaken. Dus dat hebben we hiermee mooi netjes gedaan. Dank je wel daarvoor ook. Wil ik tot slot vragen of jij onze 24 uurs grote tijdloper om wil draaien. Zodat je daarmee symbolisch het doorgeeft naar het volgende gesprek. Ja, dat ga ik doen. Dankjewel en tot ziens in het Oosterhuizen. Ja. Dag. Dag.